Waarom was uitgerekend dat delict, zoals jij het zelf zegt, lijp? Omdat we die man hadden vastgebonden in zijn woning. En we hadden hem mishandeld, zwaar mishandeld. En staan, als je zo ernaar kijkt, nu, ik heb niks van dat geld over. Dus het is niet echt waar geweest om iemand zoveel pijn te doen voor een beetje geld, zeg maar. Voor mijn 14e werd ik uit huis geplaatst. Op je 14e al? Agressieprobleem, ja. Tijdens mijn zoektocht naar jongens uit de top 600 kom ik nauwelijks jongens tegen die vrijwillig in het leventje belanden. Verleden man, dingen die ik heb meegemaakt op Aruba. Veel geweld en zo. Moeilijke thuissituaties en slechte sociale omstandigheden zijn vaak een oorzaak om het verkeerde pad op te gaan. Ezoet, hallo. Ik word een beetje kwaad werd ik steeds erger. En zo kom ik gewoon op een gegeven moment beland die ik in een jeugdgevangenis. Het lijkt wel altijd een zucht te zijn naar geld en status. Hongeriger voor meer geld. Hyena, gewoon. Hyena? Ja. Is het, oh, 10.000 euro? Oh, nokje. Morgen, bam. Wat me ook is opgevallen, is dat het voor bijna alle jongens moeilijk is om het leventje weer achter zich te laten. Het is best wel vervelend, want je loopt echt met dat stempel rond. Wat was die stempel volgens jou dan? Crimineel. Maar dat was je toch ook? Eerst wel. I'm telling it all, it all falls down. I'm telling it all. Iemand die de misdaad met veel pijn en moeite wel achter zich heeft kunnen laten is Rivelinho. Als jonge jongen belandde hij op het verkeerde pad. Inmiddels zet hij zijn ervaringen in om anderen te helpen. I'm telling it all falls down. Wauw, wat warm. Dankjewel man. Gewoon, ja, weet je, ik probeer vanuit mijn hart te zingen. En daar hoort soms ook letterlijk de gevoelige snaar bij. Dus ja, ik probeer dat ook wel te combineren, weet je. We rappen ook wel over de straat, weet je, met de jongeren. En over het leven wat er gebeurt. Maar er moet ook ruimte zijn voor kwetsbaarheid. Jij werkt nu met jeugd, hè? En je gebruikt daarin ook heel erg je eigen verhaal. Wat is jouw eigen verhaal? Wat heb jij als jonge jongen meegemaakt? Ja, mijn eigen verhaal is letterlijk dat ik op zoek ging naar wie ik was, weet je, naar mijn identiteit. En dat vond ik op straat, weet je. Mijn vader was op jonge leeftijd overleden voor mijn gezicht toen ik 5 was. En dat had heel veel indruk op me gemaakt. Voor je gezicht? Hoe ja, dus letterlijk hij stierf voor mij waar ik bij stond, weet je. Waaraan? Het COPD's waren vorm van astma. En hij stikte letterlijk. En ik besef niet zeg maar, hoe heftig dat is als je klein bent. Maar hoe ouder ik werd, hoe moeilijker het ermee kreeg, weet je. En daardoor ging ik op zoek naar gewoon ja, vaderfiguren, rolmodellen op straat. Dat is wat ik ging navolgen. En ja, dat navolgen zorgde ervoor dat ik weet je wel, heel snel met politie en justitie in aanraking kwam. En op mijn 13e voor het eerst ja, voor de kinderrechter zat, weet je wel, omdat iemand op straat had beroofd van zijn spullen. Wat zorgde ervoor dat het van kwaad tot erger ging? Ik denk zeg maar dat het een soort van gewoonte wordt. Het wordt een soort van lifestyle bijna, weet je wel. Gewoon, je ontmoet zeg maar, steeds meer vrienden zeg maar, die in dezelfde wereld zitten. En dan krijg je weer tips van en dan krijg je weer nieuwe klussen van. Dus jouw voornaamste reden om de criminaliteit in te gaan was echt geld? Ja, geld en status. Wat bedoel je met status? Toen ik dus buiten kwam, ik werd als een soort van held onthaald. Want ik dacht eerst van oké, weet je wel, mensen zeg maar, gaan me negeren, ze gaan me gewoon, weet je wel, behalve mijn vrienden natuurlijk. Maar ik werd juist gewoon door meiden omhaald van, oh Rief, hoe gaat het? Toen is het in de gevangenis, is dat in de film? En dus voor mij was van, hè? Jullie weten wat ik heb gedaan, maar toch zien jullie me zeg maar een soort van stoer. Dus dat, ja, onbewust had dat toch wel zeg maar een soort van invloed op mij, hoe ik zeg maar gewoon daartegen aankeek. Waardoor ik gewoon, ja, nog een paar stapjes verder ging. Was jij echt een crimineel? Nee. Ik denk gewoon dat ik echt gewoon een zoekende ziel was. Ik was op zoek naar bevestiging, naar mijn identiteit. En omdat de straat is zeg maar heel direct, weet je wel. Gewoon, als je zeg maar gewoon ja, loyaliteit vindt, dan zijn mensen gewoon zeg maar gewoon echt trouw naar je, weet je wel. Ja, ik heb natuurlijk in de afgelopen jaren ook gewoon veel jongens geholpen. Daar ben ik ook veel over gaan schrijven. In zijn boek beschrijft Rivelinho de verhalen van onder andere de top 600 jongens die hij met muziek en het stellen van concrete doelen motiveert om net als hij de goede keuzes te maken.
Het omslagpunt voor Rivelino kwam toen hem op zijn 16e gevraagd werd om drugs te dealen. Zijn ooms waren heroïneverslaafd en ineens zag hij het schrikbeeld van zichzelf als junk. Een van de jongeren die Rivelino helpt is Giuliano. Hij staat op de top 600. Ja, maar bro, kijk, dit zijn een beetje de dingen die ik maak. Ik heb zo? Een paar, waar je zeg maar alles kan een beetje kijken. Dit maak je zelf? Ja. Wie heb je dit geleerd? Dit heb ik al via YouTube geleerd. Gewoon filmpjes bekijken, tutorials. Kijken van, hé, hoe moet je deze effect plaatsen, hoe moet je dit doen, hoe kan je een foto makkelijk uitsnijden, dit, dat. Wat voor lettertypen zijn er allemaal. Ik doe het voor alle soorten mensen. Ik heb ook laatst voor de uitzendbureau logo gemaakt, die staat nu ook gewoon buiten, zeg maar. En wil je hier uiteindelijk ook echt je werk van maken? Ja, als dat mogelijk is, zou ik dat wel willen, ja, zeker. Hoe kwam jij op de top 600 terecht? Ja, door de reclassering en de justitie eigenlijk. Ik kwam vast te zitten. En toen kreeg ik een brief dat ik in de top 600 terecht ben gekomen. En hoe oud was je? 12. Dat is nu bijna 10 jaar geleden, toen was ik 17. Hoe ben je daarin terechtgekomen dat jij high impact crimes ging plegen? Ja, ik had gewoon geld nodig en ik wilde er ook graag bij horen, zeg maar. Dus ja, toen ik zag van ook om me heen mensen maakten geld, dacht ik bij mezelf van ja, ik kan niet blijven slapen op mezelf en niks doen. En zodoende ben ik ook maar dingen gaan doen om aan geld te komen. En hoe kwam het dat je behoefte had aan geld? Want uit wat voor situatie kwam je? Ik had een stiefvader waarmee het niet goed klikte, waardoor ik dus altijd buiten huis was. En ook gewoon frustraties op straat, zeg maar, ging uiten. En ja, als je op straat bent, ga je ook met verkeerde mensen om leren gaan en zo. En als je zeg maar er een beetje mee wordt ingetrokken, en dan zit je erin en dan denk je van ja, dit is gewoon hoe het hoort. En ja, en dan kreeg je andere weg, zoals werken bijvoorbeeld. En wat is het ergste wat je ooit hebt gedaan? We hadden een woningoverval gedaan en tijdens die woningoverval moesten we die man vastbinden. Het was ook de eerste keer in mijn leven dat ik dat toen had gedaan. En het was wel een soort van, je weet toch, je weet dat je daar naartoe gaat voor het geld, snap je? Maar in die actie zelf zie je wel van aanstaan dat het wel eigenlijk een beetje lijp is om te doen voor geld, snap je? Dus daar was het ook de eerste keer en de laatste keer voor mij bij gebleven. Waarom was uitgerekend dat delict, zoals jij het zelf zegt, lijp? Omdat we die man hadden vastgebonden in zijn woning en we hadden hem mishandeld, zwaar mishandeld. Aanstaand, als je zo ernaar kijkt, nu ik heb niks van dat geld over, dus het is niet echt waard geweest om iemand zoveel pijn te doen voor een beetje geld, zeg maar. Waarom vond je uitgerekend dat te ver gaan? Omdat ik zelf niet echt vaak geweld gebruik met delicten. Alleen als het echt nodig is, maar hier hebben we echt best wel veel geweld gebruikt. En ook omdat we in iemands huis zo zijn binnengedrongen, kwam het een beetje bij mij over van ja, ik weet niet. Het is niet voor mij weggelegd, zeg maar, woning overvallen. Dus ja, ik vond het voor mij gewoon wel een beetje te ver gaan. Weet je wat ik er zo bijzonder aan vind? Je komt sowieso over als een lieve jongen, maar ook over als een empathische jongen. Die ook wel gevoel heeft voor wat anderen doormaken. Nee. En dan denk ik, hoe kan zo'n empathische jongen die stap zetten? Iemand vastbinden, in elkaar slaan, allemaal voor geld. Ja, dat is wat geld met mensen doet toch? Kijk, op een gegeven moment was ik ook uit huis, snap je? Had ik geen woning, zeg maar, woon ik ook niet meer bij mijn moeder thuis. Dus ik deed sowieso wat ik zelf wou. En op dat moment, ja, moet je voor jezelf zorgen, hoe dan ook, snap je? En dat eigenlijk, man. Maar hij maakt nog voor hem. Ja, maar voor hem. Ik had voor hem gemaakt, zeg maar, voor zijn beats. En ik had ook voor YouTube zo'n banner voor hem gemaakt. Oké, dan. Rivelino helpt jongens onder andere door ze in contact te brengen met het bedrijfsleven voor stages en werk. Als we zo kijken naar jouw verhaal, hè, Vernet. Wat heb jij nou echt geleerd van Rivelino? Als er mensen bijvoorbeeld drugs verkopen, dan kan je die kennis gebruiken om iets anders te doen, zeg maar. Dus hoe je het verkoopt, alles is gewoon hetzelfde. Alleen je kan gewoon een ander product ervoor gebruiken en dat uitbreiden op een goede manier, snap je? Je kan ook gewoon thuis op de laptop zitten en een hardware voor iemand maken waarmee je 50 euro tot 100 of veel meer kan krijgen. Dus aanstaand heb je er wel wat meer profijt uit. Geloof jij nu inmiddels, mede door Rivelino, dat je eruit kan, dat jij het kan? Ja, ik denk het wel. Het ligt ook meer aan jezelf ook, zeg maar, hoe sterk je zelf erin bent en hoe graag je het ook wilt om eruit te kunnen, zeg maar. Maar ik denk het wel, klinkt nog niet heel erg, zeg maar, overtuigd van ik ga het doen. Ja, klopt, ik ben er wel mee bezig. Alleen, dingen gaan niet altijd 1, 2, 3, snap je? Soms kom je met bepaalde obstakels in het leven. Wat zijn die obstakels? Ja, bijvoorbeeld als je skeer bent, als je geen doekoe hebt of zo, je moet ook eten en zo, snap je? Je kan niet bijvoorbeeld gaan solliciteren, denk dat je morgen gelijk rekening op je geld op je rekening krijgt. Dus dan lonkt het weer. Ja, klopt. Ja, man. Wat is het?